Het motto van het bloemencorso van dit jaar was ontmoeting met de zon. En die scheen zowel op zondag als maandag. Het corso werd zondag gewonnen door buurtschap Veldstraat met de neushoorn Rino. De prijs werd uitgereikt door commissaris van de Koningin Mai Wegge. Als het aan de toeschouwers gelegen had, hadden de uilen van Wernhout gewonnen. De jury kende ze echter de 9e prijs toe. Volgens jury en publiek was het niveau van het corso dit jaar bijzonder hoog. Maandag konden alle wagens nog eens rustig bekeken worden op het tentoonstellingsterrein. Natuurlijk ging de meeste aandacht uit naar de winnende wagen van buurtschap Veldstraat. Ja, geweldig. Dat hadden we eigenlijk niet verwacht, maar ja, super. Echt geweldig. Als ik het zo mag zeggen, een beetje een traditionele wagen die weer eens gewonnen heeft. Ja, dat klopt. Gewoon een traditionele corsowagen zonder muziek, zonder figuratie. Ja, mooi totaalbeeldje. En dan naast jullie wagen staat de wagen waar eigenlijk het publiek voor gekozen had. Ja, dat kan inderdaad. Ja. Gelukkig denkt de jury er anders over. Ja. Mag ik vragen wat je nou allemaal vertelt tegen de mensen? Ik geef de mensen uitleg over de wagens, over de achtergronden van de ontwerpen, achtergronden van de buurtschappen die de wagens maken, van de bouwploegen, hoe de bouw tot stand komt. En dat doen we elke maandag op het tentoonstellingsterrein. En vond u zelf de kwaliteit van het corso dit jaar? Ik vond de kwaliteit erg goed. Ik vond hem erg goed. Wij als omroepers en gidsen, wij gaan een week voor het corso alle bouwplaatsen langs. Dan zijn de wagens nagenoeg klaar. Op de bloemen na natuurlijk. En toen had ik een beetje een idee van als het maar niet gaat tegenvallen. En toen ik gisterochtend hier op de veiling kwam, toen vielen ze me allemaal mee. Deze dames, hoe vindt u het allemaal? Grandioos, meneer. Grandioos. Ja. En die moeder eens met die kleine eendjes, het lijkt wel of het leeft. Het is zo buitengewoon. Ja, en daar ook, hoe kan het dat je orchideeën maakt van dahlia's? Als je tegen een ander of een zus zegt, nou ja, maar je ziet het hier. Ik vind het geweldig. U geniet echt, zie ik. Heel grandioos. Ja. Ik heb me erop verheugd om hier naartoe te komen. Ja. Echt waar.